Je merkt dat mensen in het begin heel fanatiek zijn en op een gegeven moment pas de tactiek gaan ervaren. Waar moet ik me inhouden en waar kan ik meer gas geven? Een uit de hand gelopen coronaproject. Vader Marco zag zijn zoon steeds meer achter het beeldscherm verdwijnen en wilde daar iets tegen doen. Mijn vader vond dat ik veel achter de computer zat, dus hij wou me een beetje ervan afhalen. Je merkte in de coronaperiode dat hij toch wel behoorlijk down werd, achter het beeldscherm zat, de verveling sloeg toe. Bij mij ook, want mijn werk was ook een stuk minder. En toen hebben we eigenlijk de stoute schoenen aangetrokken. De kleine baan die 2 jaar lang in de huiskamer lag. Op een gegeven moment uit de huiskamer gehaald en hier in een iets grotere vorm in de hal neergelegd. Marco heeft genoten van de afgelopen tijd, waarbij hij samen met zijn zoon aan de racebaan bouwde. Ik ben zelf opgegroeid in een timmerbedrijf. En daar stond ik op mijn 14e stond ik al achter een lintzaag en een Van Dijktebank en zo. En ik wilde mijn zoon eigenlijk ook praktijk meegeven als alleen maar dat keyboard. Dus ik heb hem hier ook laten boren, ik heb hem laten zagen, laten solderen. We hebben heel veel overleg gehad hoe je wel moet. Niet boren met één hand, want dan breek je je pols en dat soort zaken. Dus ik wilde hem dat ook meegeven. En dat is, dat was gewoon een geweldige ervaring die mij niemand en hem ook niemand meer afpakt. En dan de belangrijkste vraag, is Mika daardoor ook minder gaan gamen? Ja, dat is wel gelukt, want we zijn bijna ieder weekend hier geweest. Maar zijn vader denkt daar anders over. Dat zal ik niet zeggen. Nee. Marco denkt al langzamerhand aan een volgende racebaan als klus. Ik had vorige week een klant hier en die zei, misschien moeten we zoiets in een vrachtwagen gaan bouwen en het land doorheen. Die man was zo enthousiast. En bij mij moet je niet meer dat soort ideeën aankomen, want daar ben ik wel gevoelig voor. Dus ik zat op zondagavond alweer een trailer te zoeken op Marktplaats.